Hallo iedereen, welkom bij een speciale video deze keer. We gaan onze online agenda eventjes van stap 0 tot het laatste uitleggen, echt van A tot Z. Hoe begin ik met ClickDoc, de online agenda van Dentalmin? Ik zeg het, deze video gaat u echt in verschillende stappen uitleggen hoe u het eerst opstart vanuit Dentalmin. Hoe stelt u het volledig in online? Dan hoe kan u een link op uw site eventueel zetten? En zelfs gaan we eindigen met hoe kan ik nu bijvoorbeeld iets maken voor mijn recall mails, zodat dat ook allemaal online kan gebeuren. Laten we beginnen met stap 1, een account aanmaken van ClickDoc. Als u zou willen beginnen met ClickDoc, is het best van eventjes eigenlijk ons te contacteren, zodat wij uw unieke installatie-ID kunnen toevoegen aan onze ClickDoc-database, zodat u kan starten daarmee. Nu, u denkt nu waarschijnlijk bij uzelf, mijn installatie-ID, waar vind ik dat ergens? Geen probleem, meestal hebben wij dat sowieso al altijd bewaard, maar als u dat zelf bij uw mail alleen zou willen meegeven, zou dat geapprecieerd worden. U kan dat vinden in uw Dentalmin als u klikt op Help en dan bij Info. Als u klikt op Info, dan hebt u hier in het midden ziet u uw installatie-ID staan. Deze mag u dan altijd via mail doorsturen naar onze salesafdeling. En zij gaan ervoor zorgen dat dit geactiveerd wordt, zodat u, als u in Dentalmin naar uw agenda gaat gaan, hier de knop ClickDoc actief zult zien staan. Als u deze niet ziet staan bovenaan, dat wil zeggen dat uw installatie-ID nog niet is toegevoegd en dat, dat u eigenlijk nog niet in de poelen zit om ClickDoc te activeren. We proberen dat stapgewijs te activeren. Nu, ik heb hier een lege Dentalmin aangemaakt. Daar staat op dit moment één patiënt in, zijnde mezelf, en we hebben twee tandartsen, zijnde Bruce Wayne en Clark Kent. Die hebben ook elk hun eigen agenda. We hebben de bad-agenda en we hebben de super-agenda. Dus wil ik nu eigenlijk een ClickDoc opstellen voor deze twee agenda's, voor deze twee tandartsen. Hoe doe ik dat? We gaan het proces beginnen door te klikken op de knop ClickDoc. Er wordt nu gecontroleerd in de achtergrond en dan weet die knop van aha, ClickDoc is nog niet geactiveerd geweest voor dit kabinet. Krijgen we eventjes een uitleg. Wat doet ClickDoc allemaal voor u? Bekijk de prijzen, laat u overtuigen. Eigenlijk klikken we hierop ik ga akkoord met de algemene voorwaarden en dan kan u klikken op volgende. Dan wordt er gevraagd voor welke tandartsen wilt u de online agenda beschikbaar maken? Ik ga nu alle twee onze tandartsen toevoegen. En hier gaat dan automatisch eigenlijk het e-mailadres verschijnen dat in Dentalmin is ingevuld. Als er nog niks is ingevuld, zoals bij mij in dit geval, als ik naar de verstrekkerinstellingen ga, dan zien we dat er inderdaad geen e-mailadres is ingevuld hier. Dat is niet erg, dat kan zo blijven ook, want wat is er bij mij ingesteld? Wij hebben een algemeen tandartsadres info@badtand.be. Dat is geen probleem. Dat gaat ook gebruikt worden als communicatie-e-mailadres. Alle e-mails dat een patiënt een afspraak geboekt heeft of zo, gaan allemaal naar het organisatie-e-mailadres gestuurd worden. Stel nu dat je een ClickDoc wilt activeren, dan gaat u voor elke tandarts een uniek e-mailadres moeten ingeven. Waarom moet dat uniek zijn? Omdat dat eigenlijk de login is van een tandarts. Dat is hetzelfde alsof dat u ergens een account aanmaken voor iets, dat moet je ook altijd met een e-mailadres doen. Dat e-mailadres is enkel en alleen maar voor de login. Je moet dat wordt nooit aan patiënten meegegeven of zo. Dat is enkel maar voor de login. Dus wat ga ik hier nu eventjes maken? Ik ga zeggen, het ene adres is bruce@badtand.be en het andere is clark@badtand.be. Gewoon om logins te maken eigenlijk. Zij gaan beiden een e-mail krijgen met daarin een gegenereerd wachtwoord.
gaat er hier ook gevraagd worden A, welke stoelen mogen er beschikbaar zijn in de ClickDoc-agenda? In dit geval gaat dat zowel onze badagenda als onze superagenda zijn. Stel dat wij bijvoorbeeld nog een derde agenda zouden hebben die gewoon bijvoorbeeld assistentie noemt of zoiets, waar die we gebruiken om notities te maken of zo, dan zou je kunnen zeggen, oh ja, die derde die moet niet gesynchroniseerd worden. In dit geval doen we deze twee. We klikken op volgende. Ziezo. Hij is al die gegevens aan het... hebben die ondertussen de achtergrond allemaal aangemaakt. En nu wordt de DentaSync service geïnstalleerd. Dit is eigenlijk het programmaatje dat ervoor gaat zorgen dat elke minuut, 2 minuten, 3 minuten, 4 minuten, wat u ook wilt, DentAdmin gesynchroniseerd zal worden met uw online agenda en ook in omgekeerde volgorde natuurlijk. Voilà. Onze ClickDoc-activatie is succesvol afgerond. U gaat dus, wat hierop staat, is ook via uw e-mailadres gaat u een bericht krijgen met het wachtwoord. Dat kan zijn dat die e-mail in de spamfolder terechtkomt. Best als ze controleren. Als u meteen naar ClickDoc wilt gaan, kunt u klikken op ja, log me in. Als u graag eventjes te weten komt hoe dat u ClickDoc moet configureren, hoe dat nu eigenlijk allemaal werkt, kan u klikken op de knop helpdesk artikels en dan komt u daarop uit. U kan klikken op de knop ja, log mij in. Dan gaat er een internetbrowser geopend worden waarin u onmiddellijk ingelogd bent in uw ClickDoc van Bruce Wayne. Waarom is dit Bruce Wayne? Omdat ik in mijn DentAdmin verbonden ben als Bruce Wayne. Ik ga het eventjes sluiten. Ik ga deze site ook eventjes ook sluiten. Gewoon om te tonen dat er een één klik login voor ClickDoc bestaat ook, en dat is met deze knop hier. Als u in uw agenda, eens dat het geactiveerd is, klikt op de knop ClickDoc, dan wordt er een browser geopend met uw sessie en zijn wij onmiddellijk ingelogd als onze tandarts Bruce Wayne. Wat is nu het belangrijkste? Dat is de Start Wizard. De eerste keer raad ik u aan om deze wizard volledig te doorlopen. In de wizard is de eerste stap een groep aanmaken, als jullie dat willen. Wat wil je een groep zeggen? Je kan tandartsen groeperen en dan kunnen die tandartsen eerst en vooral elkaars agenda zien. Maar dan kan je ook ervoor zorgen dat jullie patiënten een afspraak kunnen maken bij elke tandarts van de groep in één verzameling. Anders gaat u aparte link hebben voor elke tandarts. Dus wat gaan wij nu doen? We gaan hier gewoon een groepnaam doen, dat is de badtandgroep. Dit zijn alle tandartsen. En dan kan u zelf kiezen wie moet daar eigenlijk allemaal in zijn. Ik ga dan nu in dit geval onze Bruce Wayne en onze Clark Kent doen en ik ga dat saven. Ik ga het ook eventjes in het Nederlands zetten, dan maak ik het misschien ook wel net ietsje makkelijker. En dan ziet u, we hebben één groep, die noemt badtand, alle tandartsen. U kunt deze nog aanpassen eventueel en nog verstrekkers eruit halen of eraan toevoegen eventueel. De tweede stap is eigenlijk uw agenda beheren. Daarin gaat u zien dat u uw twee agendas terug opnieuw hebt, de badagenda en de superagenda. En wat u hier moet doen, en dat is iets wat jammer genoeg niet gesynchroniseerd kan worden vanuit DentAdmin, is de werkuren van de tandartsen ingeven. Voor bijvoorbeeld voor de badagenda ga ik het gewoon heel simpel houden. Dat is van maandag tot vrijdag van 9 tot 12:30, behalve de donderdag bijvoorbeeld, werkt op de badagenda werkt Bruce Wayne. Dat is onze eerste agenda. Kan je dat allemaal instellen? Dit zijn enkel alleen maar de werkuren. Dat heeft nog niets te maken met wanneer kan een patiënt online boeken. Wanneer de tandarts werkt. Het zijn niet per se de uren waarop je wilt dat patiënten boeken. Dit is echt gewoon om aan te duiden een afspraak die geboekt wordt tussen dat en dat uur moet in aan deze tandarts gekoppeld worden. Dus ik ga nu even van 9 tot 12:30 en dan bijvoorbeeld van 2 tot 7 of zo bijvoorbeeld doen. Maar dan de vrijdag misschien maar tot 6 uur. Dan hebben we dat dit voor onze eerste stoel al gedaan.
En dan voor onze tweede stoel gaan we dat ook toevoegen. Om het voor mezelf al makkelijk te houden, ga ik dezelfde uren gewoon nemen. 9 tot 12:30 elke dag, behalve de donderdag voor Clark Kent dan in dit geval. Dan is die werkzaam. Het zijn gewoon de werkuren, heeft nog niks met patiënten te maken. Voilà. Dus dat was de tweede stap van de wizards, zijnde uw bronbeheer eigenlijk. En dan gaan we naar de derde stap. En dat is de stap van uw onderverdelingen. Dit zijn eigenlijk de blokken, dit is echt een basis van uw agenda. Van welke soort blokken wil je dat een patiënt kan inboeken? Is dat bijvoorbeeld een blok preventie? Kan je bijvoorbeeld zeggen, de maandagvoormiddag mag er alleen maar preventies geboekt worden. En daarin kan je dan nog allemaal onderverdelingen maken. Je zou ook kunnen werken met, als je werkt met mondhygiënisten bijvoorbeeld, met een soort hoofdtype of een onderverdeling die noemt tandarts. En daar zijn alleen maar tandartsafspraken in. En dan kan je bijvoorbeeld ook nog eens werken met een andere onderverdeling die noemt mondhygiënisten, waar dat dan alleen maar voor het types inkomen van mondhygiënistenafspraken. Kan je allemaal doen. Ik ga het nu eventjes zo simpel mogelijk houden. En ik ga gewoon een afspraaktype toevoegen dat noemt preventie. En elke blok van preventie gaat, in dit geval, gaan we 15 minuten geven. Waarom is dat? Omdat misschien een jaarlijks controle voor volwassenen duurt misschien een half uur, die voor een kindje duurt misschien een kwartiertje maar. En het makkelijkst vind ik altijd eigenlijk om is hier om een soort grootst gemene deler te maken. Dit is iets dat extern geboekt kan worden. Het verschil daartussen is intern zijn blokken die alleen maar voor intern gebruik kunnen zijn, om assistenten onder elkaar, tandartsen onder elkaar, om iets in elkaars agenda in te plannen. Ik ga ervan uit, preventie is dat we dat ook iets is dat we extern willen gepland hebben. En dan kan je dan een kleurtje geven. Standaard, alle kleuren die in Dentamine zitten, worden ook gesynchroniseerd. Dus we hebben hier nu bijvoorbeeld een kleurtje preventie. Dat is dat blauw, als ik in mijn agenda ga gaan kijken, van Dentamine. En ik maak hier ook een afspraak in. Dan ga je zien dat dat ook hetzelfde blauw van preventie is. Zo wordt standaard altijd meegesynchroniseerd. Je kan ook nieuwe kleurtjes maken, dat ga ik straks doen, hoe je dat kan doen. Daaronder, max afspraken is, hoeveel van deze afspraken kunnen er tegelijk geboekt worden? Of hoeveel personen kunnen er per blok eigenlijk ingepland worden? Ik neem aan, in het meeste geval, dat je dit maar op één gaat staan, omdat er maar één patiënt tegelijk een afspraak kan maken, natuurlijk, voor een preventie. En dit is het leuke. Hier kan je zeggen, oké, vanaf wanneer kan een patiënt dit blokje preventie eigenlijk boeken? Zou je kunnen zeggen, ik wil bijvoorbeeld dat mijn patiënten, als die online een boeking maken, dat enkel maar mogelijk is bijvoorbeeld startend vanaf 6 uur vanaf nu bijvoorbeeld. Dat je toch een halve dag speling hebt een beetje. Of je kan het ook extremer doen. Je zou kunnen zeggen van, ik wil dat ze pas 2 weken van in de toekomst kunnen beginnen kijken en dan tot 365 dagen. Eigenlijk is dit een beetje de marge waartussen dat je wilt dat je patiënten kunnen boeken. Ik ga nu misschien bijvoorbeeld eventjes op 4 uur zetten. Dat kan ook. Dat wil zeggen, als de patiënt op je site is, klikt op de knop boek hier om online een boeking te maken om 10 uur 's morgens. Dat zij vanaf 4 uur later, dus vanaf 14 uur, de mogelijkheden gaan zien om nog te boeken. Nu, ik weet ook wel, de kans is heel klein dat er 4 uur vanaf nu al een gatje gaat zijn in uw agenda. Maar ik kan nooit weten, dit dient eigenlijk echt wel goed dan om die gaten op te vullen. Dan kan je hier ook nog een tekstje schrijven voor uw patiënten.
een omschrijving van wat het doet. Op zich, ik zou eigenlijk niet voorstellen om dat hier te typen, zeker omdat in dit geval, dit is de onderverdeling, eigenlijk de blok. In dit geval wil ik daaronder nog verschillende types maken, jaarlijks mondonderzoek, plus 18, min 18 en zo. En daar zou ik dan de uitleg voor de patiënten inschrijven. Dit gaat bijna nooit zichtbaar zijn. Hierbovenaan kan je die talen ook nog eens aanpassen. In plaats van, dus in het Nederlands staat er nu preventie, in het Frans kun je dan bijvoorbeeld zeggen, ah ja, prevention. In het Engels is dan prevention, zoiets. Dus die vertaling kan je allemaal zelf kiezen ook. Ik ga die nu opslaan. En dan hebben we een blokje preventie. Nu, ik ga hier nog een beetje een speciale bij maken. Ik ga hier nu nog een blok aan toevoegen en die noemt urgenties. Urgenties, dan kunnen we misschien zeggen van bijvoorbeeld, die duren 30 minuten. Die zijn ook extern. Die hebben als een labeltje, kijk, we hebben hier nog geen label, ik ga dat even zo houden. Maar we gaan zeggen, kijk, een urgentie kan 30 minuten vanaf nu geboekt worden, maar wel maar maximum tot 2 dagen in de toekomst. En ze wil dus dan zeggen dat je eigenlijk blokjes urgenties kunt maken die mogelijk zijn om te boeken een half uurtje vanaf nu tot maximum 2 dagen in de toekomst. Nu, ik heb nu die 2 blokken aangemaakt. Als ik naar mijn volgende stap ga, dan kan ik een subtype toevoegen. Dan kan ik zeggen van, ah ja, ik wil bijvoorbeeld in mijn afspraaktype, mijn onderverdeling preventie, wil ik een jaarlijkse controle, bijvoorbeeld volwassenen, maken. Dat de patiënt uit kan kiezen. En die duurt bijvoorbeeld 30 minuten. Dat wil dan eigenlijk zeggen, 30 minuten. U weet nog, ik heb gezegd, neem altijd de grootste gemene deler. Dan gaan dat dan eigenlijk 2 blokjes zijn van 15 minuten. Dus 2 blokjes van 30 minuten. En dan kan je hier zeggen, moet dat eigenlijk iets zijn dat een afwachting is van goedkeuring, ja of nee? Wat wil dat zeggen? Als ik dat op ja zeg, op het moment dat de patiënt gaat boeken, dan gaat die patiënt een bericht krijgen van, kijk, bedankt voor uw afspraak. Deze is nog niet bevestigd, deze is doorgegeven aan de tandarts. Gelieve te wachten op een mailtje met de bevestiging. Als je nu zegt van, nee, ja, voor mij, dit is oké, dan mag eigenlijk ook direct goedgekeurd worden. Dan kan je gewoon zeggen, in afwachting, nee. Ik ga hier ook weer een labeltje preventie geven. En dan kan je hier, misschien, en dan kan je hier die uitleg typen. Beste patiënt. Een jaarlijkse controle is heel belangrijk om verdere, ja, ik weet het niet, je kunt de hand uitleggen typen, een jaarlijkse controle is heel belangrijk om verdere tandzorgen te vermijden. Vergeet zeker uw identiteit. Kaart niet opslaan. Dus nu heb ik een onderverdeling gemaakt, eigenlijk een subtype. Onder het blokje preventie. Ik ga er nog eentje bij maken. We hebben jaarlijks controle volwassenen. We gaan ook nog eens jaarlijkse controle min 18 doen, bijvoorbeeld. Ook bij de preventies. En die duurt dan maar 15 minuutjes, bijvoorbeeld. Die krijgt ook het knopje preventie. Dan kan je zeggen, ah, beste patiënt, jaarlijkse controles voor niet-volwassenen kunnen caries en verdere zorgen voorkomen. Beter voorkomen dan genezen. Vergeet zeker de KIDS-ID niet, of indien u deze niet hebt,
het Rijksregisternummer opslaan. En dan gewoon, om het nog eens extra te maken, kunnen we nog een type toevoegen. Een nieuwe patiënt bijvoorbeeld. Als u nog nieuwe patiënten aanvaardt, ook onder preventies, en dat duurt dan misschien 3 kwartier. Maar deze zouden we dan wel in afwachting kunnen zetten. Omdat je zegt van aan nieuwe patiënten, dat wil ik wel altijd een keer in de gaten houden. Kunt u dan ook een labeltje preventie geven of een labeltje nieuwe patiënten bijvoorbeeld, als je wil. Tekst voor patiënten. Ah, beste patiënt. Bedankt voor uw interesse in onze praktijk. Vergeet voor een eerste bezoek zeker uw identiteitskaart niet. Vergeet voor een eerste bezoek zeker uw identiteitskaart en niet. Gewoon punt. Zoiets. Opslaan. En dan ga ik nu nog gewoon een type toevoegen. Urgentie bijvoorbeeld. Onder de urgenties. En dat duurt dan bijvoorbeeld een half uurtje. En dat is misschien ook iets dat wel in afwachting is. En dan kan je dan ook weer het labeltje urgentie geven dat we straks gaan aanmaken. Dan kan je hier nog eens zeggen, beste patiënt, deze afspraak kan enkel geboekt worden als een urgentie, niet als jaarlijkse controle. Gewoon om ze eventjes te waarschuwen dat ze niet gaan proberen vals spelen en in een urgentieblok jaarlijks controle doen. Dan heb je ze hier al gewaarschuwd, zou je nog eens een tekstje nog verder kunnen bijtypen van kijk, indien u toch komt voor een controle op een urgentieblok, dan gaan wij u niet kunnen behandelen binnen de voorziene tijd enzovoort. Kan je dat opslaan. Dus nu hebben wij 4 types gemaakt in onze 2 onderverdelingen. Dus je hebt 1 type in urgentie en dan de 3 in preventie. Zodat we de volgende stap gaan, dan is dat de beschikbaarheid. Dan moeten we hier eigenlijk toevoegen, wanneer mogen patiënten online boeken bij ons? Kan ik hier zeggen, voeg beschikbaarheid toe voor onze Bruce. Gaan we dat doen. En dat begint vanaf, bijvoorbeeld, begin deze week. Dat moet altijd vanaf een maandag beginnen. Dan kunnen we zeggen, opslaan en tijd inplannen. En nu kunnen we bepalen van, ah ja, van wanneer tot wanneer mag er welk soort afspraken ingeboekt worden. We zouden kunnen zeggen, ah ja, van maandag van 9 tot 12:30 was het. Pakt van 9 tot 12 willen wij dat er preventies kunnen ingeboekt worden. En dan kan je kiezen, die blokjes, moeten die allemaal gelijk zijn aan 1, zijn de prioriteit 1 hebben. Wat wil dat zeggen? Ze gaan allemaal beschikbaar zijn voor de patiënten. Dus zowel 9 uur, kwart na 9, 9 uur 30 enzovoort enzovoort. Tenzij dat ze natuurlijk al ingeboekt zijn door een andere patiënt. Dat zorgt er natuurlijk voor dat je veel opties geeft aan je patiënten. Dat kan er natuurlijk wel ook voor zorgen dat je met gaten in je agenda gaat komen. Als je zegt van nee, ik wil echt dat mijn agenda zo efficiënt mogelijk is opgezet, dan zou je kunnen zeggen, ik wil dit inplannen, beginnend met 1. En dan gaat het blokje, ik ga het gewoon een keer doen, dan gaat het eerste blokje om 9 uur nummertje 1 hebben, het tweede blokje 2. En wat wil dat zeggen? Altijd het laagste nummer is het enigste dat beschikbaar gaat zijn voor een patiënt. Dus als er niemand geboekt heeft die volledige maandag, dan gaat alleen maar het blokje van met startuur 9 uur beschikbaar zijn. En zo kan je eigenlijk heel specifiek je agenda gaan beginnen opvullen. Ik heb nu gemerkt, ik heb hier nog een half uurtje overgelaten. En we zouden dan hier kunnen zeggen, ah ja, hier zet ik mijn urgentieblok in. En die beginnen ook telkens vanaf
Dat is eigenlijk één blokje van een half uur dan voor de urgentie. Zou dat kunnen opslaan? Ik ga het nu eventjes opslaan. Waarom? Ik vind dat heel ambetant dat dit met blokjes van 5 minuten is. Ik vind het veel leuker om hier bij de instellingen te zeggen, geef me maar blokjes van 15 minuten. En als ik nu terug naar de wizard ga, en ik ga nu terug naar onze beschikbaarheid, en ik wil er een nieuwe aan toevoegen, dan heb ik hier kleinere blokjes. Ik vind dat ietsje makkelijker. Dus wat wil dat nu zeggen? De maandag doen wij nu van 9 tot 12 preventie en van 12 tot 12:30 urgentie. Wetende dat deze blok, die witte blok van het urgentie, die kan maximaal 2 dagen op voorhand geboekt worden. Dus de maandag wil dat eigenlijk zeggen dat dat eigenlijk pas zichtbaar gaat zijn vanaf de zaterdag. En het is ook maar zichtbaar tot 1/2 uur voor het aanvang. Dus vanaf 11:30 gaan ze dit blokje niet meer kunnen selecteren. Stel nu, we hebben een tandarts die liever wat uitslaapt, zou je het ook, de preventies, eigenlijk kunnen zeggen van, kijk, ik ga mijn preventies inplannen eindigend op 1. Waardoor dat nu, als een patiënt gaat proberen boeken, die altijd als eerste de maandag de mogelijkheid gaat zien, die eindigt om 12 uur. En dan pas wordt er teruggeteld. Wat wil dat nu eigenlijk zeggen? Het blokje hier van 9 uur, of dat eindigt of begint om 9 uur 's morgens, gaat pas beschikbaar zijn als al de rest volzet zit. Dus met een beetje geluk kan je wat uitslapen de maandagochtend, wat altijd aangenaam is natuurlijk. Als ik de dinsdag ga opvullen, en de dinsdag bijvoorbeeld doen we geen urgenties, en ik zou dat gelijkstellen aan allemaal blokje nummer 1, dat wil zeggen dat als er niks is ingevuld een dinsdag, patiënten gaan alles kunnen boeken. En dan ga je zien dat er misschien wel wat gaten gaan tevoorschijn komen. De woensdag kunnen we dat dan misschien ook zeggen van kijk, de woensdag zetten we ook alles gelijk aan 1. En de vrijdag zetten we dan weer bijvoorbeeld, kunnen we dan zeggen, ah ja, dan beginnen we op 1 en lopen we op. Dat kunnen we allemaal doen. Hetzelfde in de namiddagen, van 2 tot 7 bijvoorbeeld. 2 tot 7, preventies, alles is gelijk aan 1 in de namiddag. Maakt niet zoveel uit bijvoorbeeld, kan je doen. Stel nu, we doen dinsdag bijvoorbeeld, gaan we ook net hetzelfde doen. Namiddagen raken altijd wel opgevuld. Kan je dat doen? Maar je zou het ook kunnen zeggen van kijk, de woensdag tot 6 uur, of tot 5 uur bijvoorbeeld, zet ik alles gelijk aan 1. En dan pas eigenlijk, als de woensdag, als alles tot 5 uur volzet is, dan pas gaan we de blokken startend vanaf 5 uur vrijzetten. En die gaan we zelfs inplannen. Bijvoorbeeld, beginnend met het nummertje 2, waardoor dat dit als gevolg heeft dat eerst alles tot 5 uur moet opgevuld zijn. Pas dan gaat als eerstes het blokje om 5 uur tevoorschijn komen. Als dat ingeboekt is, gaat bijvoorbeeld door een nieuwe patiënt, dat zijn dan 3 blokjes van een kwartier, dan pas gaat het blokje nummertje 5 hier om 5:45, dat gaat dan pas beschikbaar komen. Dus daarmee stuur je echt wel je agenda een beetje. We zouden de vrijdag hetzelfde kunnen doen tot 4 uur bijvoorbeeld. Kunnen zeggen van kijk, het maakt niet uit. Voor preventie, de vrijdag tot 4 uur. Maar dan die laatste 2 uur wil ik dat die mooi is opgevuld tot 6 uur. Beginnende met 2. Zodat je eigenlijk vanaf 4 uur je agenda 100% efficiënt probeert in te vullen. En je zou het zelfs nog kunnen zeggen van kijk, de vrijdag kan misschien die eerste 4 bijvoorbeeld en de vrijdag nog voor urgenties vrijhouden ook. Maar ook weer bijvoorbeeld zeggen van beginnend nu met 1.
Dus wat nu zijn, als ze een urgentie gaan boeken, gaan ze op vrijdag, als ze in het juiste tijdsperiode zitten weliswaar, gaan ze altijd eerst het urgentieblokje van 2 tot 2 uur 30 zien en dan pas als dat ingenomen is, het blokje van 2 uur 30 tot 3. En nu heb ik dat opgeslaan. Dan kunnen we naar de laatste stap gaan. Dat is eigenlijk de smart link. Dat is een beetje het belangrijkste. Dat is de link dat je gaat genereren om op je site te zetten, om in je recall mails of zo te zetten. Dat is eigenlijk degene die het belangrijkste is. Ik ga nu een nieuwe smart link maken. Ik ga die gewoon noemen kabinet bijvoorbeeld. En dan kan je kiezen, wil ik een individuele view. Individueel wil zeggen dat er enkel alleen maar voor tandarts Bruce Wayne kan geboekt worden. Of wil ik een groepsview? Wil ik een kabinetsview voor iedereen die ik in stap 1 in de groep gestoken heb? Stel nu dat we een groepszicht willen hebben, dan ga je de mogelijkheid hebben, ah ja, ik wil alle agendas zien. En wil ik enkel maar de onderverdelingen zien? Dat is een kalender. Dan kan een patiënt niet kiezen. De patiënt gaat alleen maar kunnen kiezen preventie of urgentie. En al het werken dat wij dan gedaan hebben om die verschillende types te maken, die dient eigenlijk nergens voor. Ik ben een fan van het groepszicht afspraaktypes, omdat je daar dan kan zien van, kijk, ik wil alle agendas hebben. Weer kabinet trouwens zijn. Alle agendas, je kan ook alle types kan kiezen en ook alle onderverdelingen. Waardoor je zorgt dat een patiënt alle mogelijke opties heeft dat je aangeboden hebt. Ik kan hier ook nog een omschrijving geven. Welkom in het... welkom bij Badtand. Zoiets. En dan kan je dat opslaan. Wat heeft dat dus nu als gevolg? Als ik ga klikken op die link van kabinet, dan gaan we eigenlijk al een keer kijken hoe ziet dat eruit voor een patiënt. Als ik op dat oogje klik, dan ga ik het zien alsof ik een patiënt ben. En wat ga je dan zien? Je ziet bovenaan de praktijkgegevens, de naam, adres, telefoonnummer eventueel, een link naar Google Maps, de welkom bij Badtand, dat was eigenlijk de notitie dat wij gemaakt hadden hier. Die ziet u daar verschijnen. En nu kunnen ze zeggen van, ah ja, ik wil nu bijvoorbeeld voor een jaarlijks controle voor een volwassene. De tekst komt ook altijd tevoorschijn. En dan zie je onmiddellijk de beschikbare plaatsen bij de verschillende tandartsen. Dus dan kan je al eens controleren van, is dat goed gebeurd, ja of nee. Nu, wat zien we bij mij? Ik heb dit ingesteld op een woensdag. De eerstvolgende momenten zijn een vrijdag. En die vrijdag was ingesteld dat in de voormiddag alleen maar het eerste blokje vrij was. En vanaf 3 uur was ook weer alle blokjes beschikbaar. Tot 4 uur. En vanaf 4 uur was pas zichtbaar als alle resten zijn geboekt. En zo stel je eigenlijk een klikdok op. Je ziet nu wel, voor onze Clark Kent hebben we dat nog niet gedaan. Wat kunnen we dan doen als Clark Kent? Ik doe mijn Dentamine open. Ik verbind mij als Clark Kent. Als ik nu duw op de klikdokknop. Het enige wat je hier best doet, is ik ga altijd voor naar de instellingen om dat op 15 minuutjes te zetten. En dan kan je bij je beschikbaarheidsbeheer het schema instellen wanneer mogen patiënten bij onze Clark Kent boeken. Dan kan je hier ook weer zeggen, ah ja, van 9 tot 12:30 gaan we gewoon het eventjes makkelijk maken. Preventies, op dinsdag is dat van 9 tot 12 preventies. En voor onze Clark Kent is niet zo'n moeilijke mens. Hier ook van 9 tot 12 preventies. En de vrijdag doen we terug van 9 tot 12:30. En we zetten hier telkens een urgentieblokje in ook. Maar dan, in de namiddag, willen we bijvoorbeeld dat het altijd gewoon van
preventie is van 1 tot en met het laatste stukje, zodat het altijd in de namiddag zo efficiënt mogelijk is opgevuld. De woensdag misschien maar om 3 uur. En dan zouden we hier ook weer nog wat urgentieblokjes kunnen zetten. En dan de vrijdag namiddag doen we het ook weer tot 6 uur. En dan klikken we op opslaan. Wat heeft dat nu als gevolg? Als ik nu weer eventjes mij ga verbinden als onze Bruce Wayne, wat dat onze hoofdtandarts is, als ik hier nu op de klikdokknop klik. Ik ga nu naar die smart links. Kan ik die nu bezoeken? En als ik zeg van ik ben een volwassene, dan zien we nu wel de beschikbaarheid bij zowel onze Bruce Wayne als onze Clark Kent. En dat is hoe dat je een klikdok opzet. Over de verschillende functionaliteiten, de verschillende functies eigenlijk wat je hebt in klikdok, al die types, subtypes, schema's en zo, die leg ik allemaal wel graag nog eens uit in aparte filmpjes. Maar dit is echt, zo heb ik het, een klikdok opgezet van A tot en met Z. Bedankt voor de aandacht. Als er nog vragen zouden zijn, mag je die steeds stellen in de commentaren op YouTube of via mailtje naar support@dentamine.be. Alvast bedankt en tot de volgende keer. Dag.